Hallo, ik ben Maria Hogeboom, 47 jaar en getrouwd met Adriaan. Het was verschrikkelijk. De hele kerk stond in lichte laaien en iedereen kwam kijken. Ik was zo bang. Adriaan, mijn man, is niet alleen klerk op het stadhuis, maar ook brandweerman. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar van de kerk was niet veel over. Heel jammer, want deze laat-gotische kerk werd gebouwd in de 15e eeuw. Zierikzee is dan erg rijk en kosten nog moeite werden gespaard om niet alleen een fraaie kerk te bouwen, maar ook de grootste van Zeeland. De lengte is meer dan 100 meter. Pronkstuk is de preekstoel en Johan Hartman Bets uit Utrecht leverde het orgel. In de nacht van 6 op 7 oktober 1832 breekt een hevige brand uit. Adriaan heeft meegeholpen met het blussen. Hij zegt dat de brand is ontstaan door loodgieters die bezig waren met het dak. Na de brand werd besloten om de kerk te slopen. Het heeft bijna 16 jaar geduurd voor deze nieuwe kerk gereed was. Dan was er weer geen geld. Dan moesten de plannen gewijzigd worden. Dan ging de architect failliet. Er was altijd wat. Uiteindelijk heeft aannemer Piet van der Linden de kerk afgebouwd voor 53.000 gulden. Het is heel iets anders geworden dan de oorspronkelijke laat-gotische Hallekerk. Maar wel indrukwekkend. Vinden jullie ook niet?